Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een restje kip, een beetje lasagne of die boterham die niet meer vers is. We gooien nog altijd te veel weg. Daarom laat het voedingscentrum nu vuilniszakken leeghalen om de consument daarop te wijzen. Foodblogger Suzanne Arets maakt er een sport van om geen voedsel te verspillen. Ja, en we hebben vandaag 2 musicalsterren in de uitzending. Gefeliciteerd, Maat. Dankjewel, ja. Ja, Hello Dolly staat hier vanaf volgend jaar te zien. Vanaf volgend jaar, ja. Simone Kleinsma, het is een supercast. Rick Bartels, echt het waanzinnige cast, absoluut. Gaat hij gewoon doen. Maar ja. Hey, we hebben er nog één vandaag, want we hebben ook musicalster Anouk Maas. Die kan er namelijk ook wat van. Sinds deze week schittert ze in de theatershow Best of Broadway. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anouk, wat is jouw favoriete Broadway show? Kun je er één noemen? Even denken. Ik heb er meerdere. Ik heb een top 5, denk ik dan wel. Ja, dat okay, is. En op de eerste plaats staat. Nee. Dat is alsof je voor je kinderen moet kiezen. Dat kan niet. Nee, oké. Okay. Legally Blonde, Color Purple, Hamilton, Wicked. En als ik er dan nog één moet zeggen, nou, Sideshow. Sideshow, ja. Okay. Het nieuws gaat iets vlotter. Ja. De provincie Groningen is zojuist getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend op dit moment. We hebben aan de telefoon Bert-Jan Huizing. Bert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is niet de ideale manier om wakker te worden, lijkt me. Nee, dat klopt. Het was heel vroeg. Het was 5:50 en ik was al wakker en ik lag al op bed. Ik hoorde heel gerommel aankomen in de verte en steeds dichterbij komen en als het ware rolde het onder mijn huis door. En alles begon te kraken. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment? Nou, ik heb gelijk wel in de gaten, dit is een aardbeving. Dus ik ben gelijk even naar beneden gegaan, telefoon even gepakt en er komen alle berichten wel voorbij op Twitter en dat soort dingen, ja. Op de app. Heb je schade? Dat weet ik niet, ik heb niet gekeken. Ik heb nog steeds een schadetraject lopen van vorig jaar januari, de grote beving bij Zeerijp. Uh-huh. Dus dat loopt nog steeds. Als ik nog wel schade ontdek, dan kan het zo meegenomen worden. Ja, ja, het houdt ook niet op daar. Heel veel sterkte in ieder geval vandaag. We hebben ook aan de telefoon Hans Waring. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe heb jij het ervaren? Dit was een aparte beving voor mij in ieder geval. Het was een heel ander geluid dan wat ik gewend was. Het leek al veel dieper en langer aan te duren. Dus ik was ook gelijk wakker eigenlijk. En mijn zoon die zat een etage hoger, dus die kwam al gelijk naar beneden gehold. Zo van, wat is dit? Dat is een aardbeving. Ik zei, nou ja, volgens mij wel. En alle vogels hier hebben allemaal kraaien in het grote boom. Die waren allemaal van slag. Ja. Dus ik denk, dit is niet goed. Dus ik ben uit mijn bed gesprongen. Want ja, op een of andere manier, je bent toch klaar wakker. Ik denk, controleren of het echt zo was. Mm. Dus dan zag ik alle berichten al voorbij komen. Maar goed, 12 juni dan komen ze weer langs voor de laatste melding van 14 maanden geleden. Dus controleren. Ja. Dat, in die zin is het wet zonder eind. Ja, ja. Succes en sterkte ermee. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schatgraven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt nu in onze voedsel, of in onze vuilniszakken, moet ik zeggen. Ja. Ja, om te gaan onderzoeken wat we nou precies weggooien. En foodblogger Suzanne Arets, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gooien we nou eigenlijk weg? 41 kilo per persoon per jaar. En dat is veel. Dat is heel veel, ja. Ja, dat is veel. We hebben net in het eerste show het uitgerekend. Dat is ongeveer een halve Jurgen. Ja. Ja, iets minder dan een halve Jurgen. Ja, waar ligt dat nou aan, dat we zoveel weggooien? Ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Ik denk dat mensen niet weten wat ze moeten doen met de dingen die overblijven. Of zich veel te veel laten leiden door een datum die op een pak melk staat, bijvoorbeeld. Mm. In plaats van af te gaan op hun eigen zintuigen of even gewoon creatief met restjes te zijn. Ja. Dus we kopen te veel, we maken te veel, ja. En we letten niet goed op. Ja. Kun je eens beginnen met wat tips waarop we in ieder geval al kunnen besparen? Ik denk door al vooraf na te denken over wat je wil gaan eten de komende week. In plaats van eigenlijk je standaardlijstje in de supermarkt af te lopen en alles maar in huis te halen onder het mom van heb ik het in ieder geval. Ja. Ik doe dat zelf met weekmenu's bijvoorbeeld. Ik maak voor een aantal dagen een planning. Dat koop ik in en niet meer dan dat.
Daar gaat het bij mij dus al mis. Mijn week loopt altijd anders, dus dan heb ik van alles in huis en dan kan ik het uiteindelijk nog weer doen. Ja, bij ons ook. Bedoel, het is geen wet dat het zo moet. Alleen als je voor een dag of drie wat in huis hebt en je hebt... Het geeft je houvast. Ja, en je hoeft niet... Wat gooi je het meest weg? Brood staat op nummer 1. Zuivel en groenten. Ziet er lekker uit, ook en die boterham. In deze tijd, ik begrijp het, in deze tijd dat je melk weggooit. Ik bedoel, mijn oma maakte altijd toffie. Karamel maakte ze van bedorven melk. En iedereen is tegenwoordig gek op salted karamel. Gooi er een beetje zout bij. Ja, dan heb je zo karamel. Zet jij even op je Instagram even het receptje dan? Ja, ik ga het op mijn Instagram zetten. Dat het ook anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jessie leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Kun jij dat? Ik niet. Nee, het gaat mij nooit lukken. Dit alles in het kader van haar Zero Waste project. Verslaggever Jelle Akerboom staat nu in haar Zero Waste lifestyle winkel. Jelle, hoeveel brood gooi jij eigenlijk weg per week? Nou, per week, dat is misschien een beetje veel. Ik betrap mezelf er zo nu en dan wel eens op dat ik een kontje van mijn brood weggooit, omdat er dan een klein schibbeltje op zit of zo. Maar ja, je kan er natuurlijk best wel veel mee doen, toch, Nicky? Dat klopt, zeker. Oud brood is zonde om weg te gooien. Het is nog beter natuurlijk om te zorgen dat het niet oud wordt. Maar anders kun je door tosti's, wentelteefjes. Je kunt oud brood in de blender gooien voor paneermeel. Het kan door je soep om het dikker te maken. Je kunt er echt van alles mee. Ja, want jij leeft al 5 jaar samen met je zus helemaal zero waste, nul afval. Wat houdt zo'n levensstijl in? Nou, het is niet nul afval, maar bijna geen afval. Dus wij letten er eigenlijk bij alles wat wij doen op dat we zo min mogelijk afval creëren. Dus we doen onze boodschappen onverpakt. We zorgen dat we geen dingen verspillen. En zo trekken we dat door in onze hele levensstijl. Maar is dat niet een enorme opoffering? Helemaal niet. Nee, het is eigenlijk veel leuker en makkelijker als je er eenmaal mee bezig bent. Voor ons is het nu ook gewoon een nieuwe routine. Wij denken er niet meer bij na. Als je het overnight helemaal wil veranderen, dan zal het wel een beetje een opoffering zijn. Maar als je het stap voor stap doet, is het eigenlijk gewoon heel erg leuk. En tot slot heb je nog een voorbeeld waarvan andere mensen zouden zeggen dat is een beetje gek, maar wat voor jou helemaal normaal is? Nou, de meeste mensen vinden het best wel raar als ze mijn huis binnenkomen dat ik een bak met wormen op mijn balkon heb staan. Ik heb een wormencompostbak, dus schillen of dingen die ik heb, die kan ik aan mijn wormen voeren zodat er compost van gemaakt wordt. Compost, dus dat zorgt ook eigenlijk voor minder voedselverspilling? Ja, de oneetbare delen van voedsel worden dan in ieder geval compost in plaats van dat ze de verbrandingsoven ingaan. Nou, wat gaaf. Had ik nog niet eerder gehoord. Heb jij dat ook, Jurgen? Een bak met wormen in je tuin? Nee, ik heb een bak met wormen in mijn darmen waarschijnlijk, want ik heb een lintworm. Maar heb jij zo'n bak met wormen thuis? Nee. We doen wel, we scheiden wel ons afval, dus ik heb wel een GFT-bak staan, maar daar probeer ik echt zo min mogelijk in te gooien. Ja, ik heb ook een gescheiden afval. Het moet in Almere. Ja. Maar dan krijg je een boete. Ja, wij ook. We doen dat keurig. Ja, zeker. Maar brood heb ik ook geen last van. Komt bij mij keurig uit de vriezer. Ja, dat is ook uit. En de rest gaat naar de geitjes. Zeg ik dan heel braaf. Maar dat doe ik natuurlijk. En wat je ook kan doen, is dat je je restjes in de ijskast zet gewoon. Uh-huh. En dat je, zoals wij dat doen, 1 keer in de 2 weken heb je dan een rijsttafel van restjes. Maar dan moet je ook een rijsttafel doen. Maar dat lijkt het mooier dan een klikstafel. Ja, precies. Maar gemiddeld gaat er dus van elke 7 winkelswagen eentje rechtstreeks de afvalbak in. En bijna iedereen koopt wel eens meer dan nodig. Ja, hoe moet je bijvoorbeeld een aanbieding weerstaan? Maar het is toch altijd leuk als je ziet van, weet je nou. Ja, zijn jij er last van? Ja, ik ben... Impuls weet je, aankopen? Mevrouw en ik hebben het ergste als er nu op staat. Dat is gelukkig met voedsel die altijd zoals het nu is, wil het graag hebben. Maar ja, wat raad je mensen aan? Ja, ik denk gewoon nadenken of je het überhaupt nodig hebt. Je kunt een hele koelkast vol met alles leggen, maar als je het aan het eind van de week wegkiepert, gooi je eigenlijk gewoon je portemonnee ondersteboven. Ja. Maar ik denk als je die insteek gebruikt, dat mensen er sneller bewust van worden als dat het om afval gaat. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat het mensen als eerste raakt. En duurzaam is een heel wollig begrip. Ja. Dat is ook voor heel veel mensen niet de insteek om daar op te letten. Maar op het moment dat je zegt, je gooit iedere week 10 euro eigenlijk gewoon zo in de prullenbak. Ja, dat is eigenlijk zonde. Een soort van automatische geldmeter moet hebben bij je prullenbak. Dat mensen zeggen, reken maar uit wat een karretje aan boodschappen kost. Ja. En wat je dus zo wegmikt. Ik denk dat als je mensen in hun portemonnee raakt, dat ze toch wel iets meer gaan nadenken over het wel of niet weggooien. Nou, laten we even gaan kijken, want het voedingscentrum is dus een campagne begonnen tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid, worden nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Crem. Al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Nou, lekker.
We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dat wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je weet, je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, ja, een half brood of bolletjes, het schimmelt nog af een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg, kom je veel tegen. Ik weet niet of je dat gewoon in de vuilnis ja, hebt. Nou, dit over groenten, maar laten we eerlijk zijn, als we sla op zeewier begint te lijken, lust ik het niet meer. Nee, maar als je daar ziet wat daar allemaal bij lag, gewoon nog hele zoete paprika's en er was toch niks mis mee? Nee, maar ook gewoon het stronkje van een broccoli wordt als automatisme vaak, we snijden de roosjes eraf en dan mikken we dat stronkje weg. Ja. Dat is prima eetbaar. En waarom zou je dat niet gewoon... Gewoon even blenderen op je broccoli rijst. Ja. Blender heb je broccoli rijst en dat is heel goed tegen je carbs. Je koolhydraten. Wij gaan straks even doorpraten hierover. Ja. Nou goed, dankjewel in ieder geval voor je uitleg en je tips. En in onze krant en de app lees je natuurlijk vandaag het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De trotse ouders van Duncan Lawrence bleken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Natuurlijk, het zijn zijn ouders. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus, is dat vanwege het vertrouwen in mijn zoon of omdat u het nummer al gehoord had? Was het vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Had u het nummer al gehoord? Nee. Ja, is toch mooi? Dat is toch leuk, ja, hè? Toen mijn dochter ging volleyballen wist ik dat ze zou verliezen, want ze is gewoon heel asportief. Goed. Ik ben wel trots. Ja, ik was heel trots op haar, absoluut. We gaan naar de Utrechtse Gerritje van Bennekom, want ze is 102 jaar en ze had nog één droom, paardrijden. En dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling. Dit is toch te leuk, dit. Ja. Nou ja. Vandaag in onze app tips voor mensen die komende week nog hun vakantiegeld ontvangen. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tadaa, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Ja, dat klopt. Vind ik heel goed, ja. Ik denk boodschappen laten bezorgen. Ja, vrije dagen kopen. Ja, dat toch? Nou. Kost heel veel geld. Kun je niks leuks meer doen. Even Jazz Hands. We gaan naar show. Oh ja. Jazz Hands. Deze week ging het Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concert vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Miserables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was die première? Die was te gek. Ja, die was heel fijn. En ik heb zelden mensen zo enthousiast gehoord. Ja? Ja? Over jouw rol of over het stuk? Gewoon over het hele stuk, over iedereen. En over wat we daar staan te doen, want het is een concertvorm ook. En veel mensen wisten niet wat ze konden verwachten. Nee. Hoeveel musicals komen voorbij ongeveer? Oh god, 12 of zo? 12 of 13? Zo? Ja, minimaal. Zo'n avond moet je wel, ja. Nou, het is zo dat jij hebt de rol van Pia overgenomen. Want Pia Douwes, ja, de vader is kort geleden overleden. En ja, daar heeft ze nog moeilijk mee. Dus jij hebt haar rol overgenomen. Maar ja, dat leek me niet mee te vallen, want je kwam er echt op het laatst bij. Ja, ik kwam er op het laatst bij. Zij waren al een tijdje bezig. Ze hadden hun materiaal ook al. En ik ben echt, ja, last minute gewoon, volgens mij, ja, 5 à 6 dagen voordat wij onze eerste voorstelling hadden, ingevlogen. Echt, hè? En heb ik gewoon hoe gedaan. Doe je dat dan? Hoe zit je mindset dan om? Ik denk door goede tijden weet ik gewoon, kan ik heel snel teksten leren. Ja. Dat wordt er echt ingeramd en erin en eruit. Dus ik denk dat ik daar echt dat ik weet van, oh ja, dat kan ik snel leren. En iedereen was daar om mij te steunen. En ja, je gaat gewoon, je kan niet nadenken. Dus je gaat gewoon. Ik vind het superleuk. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel weer de kick. Nou, ja, we kennen jou natuurlijk van Anouk uit het Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar kent iedereen. Zoe Xander heet ja, je daar. Klopt. Ik kijk niet zo vaak. Goede Tijden? Nee. Ja, ik elke dag, joh. Nou ja, ze zat natuurlijk ook in Verliefd op Cuba, de bioscoophit. Maar ze is natuurlijk bovenal gewoon een musicalster in hart en nieren. Spaanse zon en zee.
is alles in staat van alarm. Dat zegt het hart, dat klopt in mij. Oh, wat heerlijk als je zo kunt zingen. Heerlijk, toch? Kun je ook zo zingen? Nou, niet zo. Ik lig een paar registers lager. Ja, dat wel. Ik ben een bariton, hè. Nou, is het zo dat je... musical, het begint toch ergens, je liefde voor musicals. Stond je een dag op en zeg je van, weet je wat jongens, vergeet het maar. Ik wil arts worden, maar ik word musicalster. Ja, nee, dat eigenlijk had gekund, had zeker gekund, ja. Nee, ik ben, toen ik 11 was, toen waren mensen gaan scouten. Toen zat ik op een balletacademie. En toen kwam de musical Annie met Wil van Zelst en Nelly Vrijda. Echt jaren geleden. Jaren geleden, ja. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik Annie. En zo is die liefde. En dacht ik, oh, nou, dit is leuk. En het voordeel als musicalster is natuurlijk dat je alles kunt worden wat je wil. Het is heel veelzijdig. Oh, ja. Zingen, acteren en ik ga nu ook een rijke man spelen. Hoe leuk is dat? Kijk, dat kan allemaal. Alles kan. Ja. Nee, dat is superleuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om al die drie disciplines te doen. En nu dan in goede tijden voornamelijk veel spelen. En nu alweer op het podium. Dus ja, echt die afwisseling is eigenlijk het allerleukste. Ik moet zeggen, een van de grote die meedoet, dat is Stanley Burleson. Hij heeft ook het script geschreven. Ja. Hoe is het dan met Stanley op het podium te staan? Te gek. Nou, ik mag dus. Ja. Chicago, Nowadays, het dansnummer en Honey Rags en Nowadays zingen. En samen met hem. En ik weet nog dat ik jong was en keek en dan zag ik, oh, die show, die is fantastisch. En nu sta ik gewoon naast hem, soort van, met zo'n bolhoed dat te doen. En ik weet nog, op de première dacht ik, oh my god, Simone Kleinsman zit daar. En die had het ook gedaan. Ja, dat was wel heel spannend. En dat is het allerleukste in die hele show, voor mij in ieder geval, vind ik dat heel erg. Want in je carrière zet je natuurlijk een soort lijntjes voor jezelf uit, van dat zou ik gaaf vinden, dat zou ik gaaf vinden. Nou heb je al heel wat dingen afgevinkt. Maar als je nog iets zou mogen noemen wat je heel graag zou willen doen of spelen, of wat zou dat dan zijn? Het zou heel leuk zijn om inderdaad een keer ook echt op Broadway te staan. Ja, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard. Ik wil graag in het toneelstuk spelen en dat ga ik ook doen. Oh, dit jaar nog, wat heel erg leuk is. Check. En maar qua musical, wat zou je qua musical nog graag willen? Behalve Angelica en Hamilton natuurlijk, maar dat wil elke musicalster wil dat spelen. Eliza is ook wel leuk. Eliza is ook, ja. Ja, is ook wel leuk. Peggy is het minste makkelijkste rol. Die zegt het minst. Die mag jij dan doen. Die mag ik doen, ja. Ja, goed. Ja, dat zegt je helemaal niet. Nou, weet je, ik vind musical, ik kan me echt voorstellen dat dat het mooiste is wat er is, waar je met z'n allen in een team gewoon keihard werkt aan zo'n show. Maar ik vind er niks aan om naar te kijken. Ik krijg het kan, toch? Ik heb het niet. Ja, dit hoeft ook niet. Kom naar Hello Dolly. Maar naar jou kom ik kijken. Kom naar Hello Dolly, dan ga je zien. Ik moet wel zeggen, dit is een concert. Het is echt leuk. Ik bedoel, mensen die echt niet houden van musical denken, ja, gadver, echt niet. En die deze voorstelling, die Best of Broadway, want het is een concert, echt gewoon heel leuk vinden. Want er wordt snel aan elkaar gepraat. Ja. En je krijgt lekker muziek bekende, onbekende hits. Staan toppers allemaal te zingen. Een topband en backings, Close Harmony. Nou ja. A cappella dingen. Wij kunnen geen betere reclame maken als zij zeggen. Nee, hopelijk komt Pia nog erbij in elk geval. Dat Pia nog dat komt. Zou leuk zijn. Maar dan zijn jullie met z'n zevenen, dat wordt voor mij alleen maar mooier en spectaculair te zien. Zeker. Toch? Ja. De musical-liefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling toert nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. Ga checken. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week in Apeldoorn. René, goedemorgen. Wat is jouw quote vandaag? Goedemorgen jongens, ik heb een quote. Zou je van mij willen voorlezen? Ja, zeker. Game of Thrones gezien. Kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen. Ja, hebben we Game of Thrones gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. En was het kut, hè? Ja, dat was echt kut, ja. Ja, echt? Hij liep heel slecht af. Ja, is het een afrader, als je nog moet beginnen? Nee, je moet hem wel zien. Dat wel? Ja, je moet hem wel zien, want het is een prachtige serie. Maar die laatste aflevering vond ik echt zo... belabberd. Ja, vreselijk. En naast Game of Thrones, gaan we stemmen morgen? Ja, gaan we zeker stemmen, ja. Je bent aardig up-to-date. Ja, dat probeer ik wel, ja. Nou, dat is wel aardig gelukt, moet ik zeggen. Oh, dank je. Vanochtend hebben we over mensen gevraagd en die waren meer up-to-date van het stemmen dan bij Game of Thrones. Game of Thrones gezien, kut hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Dan denk ik het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja. Kut einde? Ja, op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent.
Je kan toch op petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja. Om vind je het nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet mee bezig houden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Ja. Hij heeft zo gelijk. Ja, hij heeft absoluut gelijk. Ja. Zeker gaan stemmen, mensen, als het even kan. Straks om 11 uur kun je op onze site en in de app live een bijzondere operatie volgen. Specialisten van het Catharinus Ziekenhuis in Eindhoven, waar anders, zetten een robot in. In Eindhoven is onze verslaggever Noël van Hooft. Noël, wat gaat er straks precies gebeuren? Ja, je zei het al, om 11 uur gaan we een live robotoperatie uitzenden. Een vrouw met baarmoederhalskanker wordt geopereerd zometeen. Eerder zijn de kankercellen al verwijderd. Alleen het vermoeden bestaat dat niet alle cellen weg zijn. En daarom moet nu de hele baarmoeder verwijderd worden. En dat gebeurt dus met een operatierobot. En die dus op afstand bediend wordt. En waarom kan die niet op een traditionele manier, gewoon standaard, geopereerd worden? Nou, een operatierobot is nauwkeuriger, er is minder bloedverlies en ook voor de arts is het makkelijker, want die kan er beter bij en hij heeft ook beter zicht. Oké, Nou kunnen kijkers ook nog tijdens de operatie vragen stellen live aan de gynaecoloog. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Ja, we gaan echt die operatie uitzenden zodat de kijkers vragen kunnen stellen. Dat gaat dus via een WhatsApp-nummer. En dan gaan wij die vragen beantwoorden. Er staat een arts dadelijk ook naast mij die dan alle vragen van de kijkers gaat beantwoorden. En dat kan dus via WhatsApp. En die uitzending begint dus om 11 uur en die gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kun je een beetje tegen bloed, Noël? Ja, ik heb eerder een live operatie gedaan voor het AD. Dus het moet goed komen. Daar heb ik wat suiker, colaatje erin. En dat moet goed komen. Succes, sterk ook. En zeker ook voor de patiënt natuurlijk. Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren. En grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht duiken daar natuurlijk gelijk bovenop. Maar wordt het ineens tijd voor de underdog? Roel Maaldering trok voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello Eurovision. Hello Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your tickets and come. Come over here. See you. Ik vind het zo mooi. Wij gaan er nog om, dat is zeker. Dit en meer vandaag op onze site. En het wordt een stuk zonniger dan gisteren, maximaal 18 graden. En daardoor kans op hooikoorts. Heb je tabletjes bij je? Nee, maar mijn dochter hopelijk wel, want die heeft daar wel last van. Nou. Ach, godverdomme. Dames, bedankt dat jullie er waren. Heel fijn dat je me wilde praten. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot dan. Morgen zijn wij er weer. Ja, gezellig.